natuurlijk om een goede klok te kopen. Goedemorgen. Goedemiddag. Verkoopt u ook klokken? Klokken? Ja. Wat voor soort klok zoekt u? Nou, ik zoek zo eentje. Nee, die hebben we niet meer. Wanneer krijgt u die weer binnen dan? Dat weet ik pas dinsdagmorgen. Oh, waarom weet u dat dan pas dinsdagmorgen? Omdat ik ze dan weer binnenkrijg. Tuurlijk. Mag ik eens vragen? Ben u nieuw? Nee, ik ben al 53. Oh. Heb u dan misschien een broer of zo? Niet dat ik weet. Maar als ik hem zie, zal ik het eens vragen. Ja. Zeg, ik sta zo te kijken, hè, maar... Ja. Heb u uw trui niet binnenste buiten aan? Ja. Waarom? Er zit een gat aan de buitenkant. Ja, natuurlijk. Hoe laat gaat deze winkel open? Dat is 10 minuten geleden. Oh. Nou, dan wacht ik zo lang. Mag ik u eens vragen? Ja, hoor. Bent u hagenees? Nee. Nee, ik ben vegetariër. U klinkt helemaal niet vegetarisch. Nee, niemand. Nee, zeggen ze allemaal, ja. Waar bent u geboren? Ik ben geboren in een klein plaatsje net buiten Utrecht. Ach. Ja. Waar? Of u het nooit zou vragen. In Bartleheem. Bartleheem? Ja. Van de Elfstedentocht. Dat is hem. Zeg, ja. Dat ligt toch niet net buiten Utrecht? Ligt anders ook niet in Utrecht. Nee, dat is waar. Zo, hè. Zeg, was uw moeder blij toen u geboren werd? Nou, dat is zo tragisch. Ze was er niet bij toen ik geboren werd. Ach, ze was met vakantie. Ach, dus dat heeft ze gemist? Nee, mijn vader heeft alles op de video opgenomen. Dat is fijn. Maar goed, u kwam voor een klok. Oh ja? Oh ja. Wat voor soort klok zoekt u? Nou, ik zoek eigenlijk een klok die op 4:30 staat. Dat wordt een probleem. Och jee. Ja, ik heb er niet één meer die op 4:30 staat. Ze gaan hard, hè? Maar ik heb wel nog een hele mooie 6 uur. 6 uur? Ja, en eentje die op 7:15 staat. Nee, dat is allemaal te laat, hè? Oh, maar ik heb ook nog een leuke kinderklok in de aanbieding. Oh. Hoeveel staat die? Die staat op 10 Teletubby over Tinky Winky. Nee, het is toch niet wat ik bedoelde. Ja, het maakt normaal niet uit als het voor mezelf zou zijn, maar het is voor een cadeautje, dus het moet echt precies 4:30 zijn. Ah, cadeau. Oh, maar dan heb ik nog een hele leuke koekoeksklok voor u. Ach. Maar, waar zit de koekoek? Ja, er zit geen koekoek in, hè? Niet? Nee, koekoeken zitten altijd in andermans klok. Ach, zwaar. Hoe werkt deze? Je moet hem gewoon opwinden. Oh, zeker wel ingewikkeld. Nee hoor, heel eenvoudig. Kijk, met de ene hand haal je het sleuteltje vast en met de andere hand draai je de klok rond. Je moet wel een hele grote boer zijn om dat niet te begrijpen. Nou, ik begrijp daar anders niks van.
sir. Ja. Hebben u deze ook in het rood? Nee, die maken ze niet in het rood. Ah. Wat jammer. Ja. Maar ik heb nog wel iets anders voor u, hoor. Toch? Ja, kijk. Wat is het? Dat is een Belgische digitale klok. Tuurlijk. Zeg, deze, wat moet die kosten? Wat de gek ervoor geeft, eigenlijk. Hmm. En wat geeft de gek ervoor? Tientje. Een tientje? Oh, dat vind ik veel te goedkoop. Dat ga ik er echt niet voor uitgeven. Nou ja, doe dan maar 15 gulden. Even kijken. Dat is jammer. Ik heb alleen maar 2 tientjes. Nou, omdat u het bent. Kunt u hem voor me inpakken wel? Ja, natuurlijk. Mooi. Kunt u hem ook, omdat het een cadeautje is, bezorgen? Ja, wat is de naam en het adres? Nee, ik wil geen naam en adres erop, want het is een verrassing, hè? Oh, ja, nee, dat kan niet. Dat wist ik niet. Maar zo... weet u wat, hij is nogal breekbaar. Misschien kan ik hem beter zelf meenemen en dat u dan de doos bezorgt. Oh, dat is een heel goed idee. Dat is veel beter, nietwaar? Nou, ik geloof dat ik het heb, hè? Daar. Daar. Oh. Vergeet ik nog bijna een klok voor mezelf. Ik wou er zelf ook een hebben voor vanavond. Ah. Maar wel een hele eenvoudige. Nou, dit is het eenvoudigste model dat we hebben. Het is wel heel erg eenvoudig, hè? Ja, eenvoudiger kan het niet. Nou, is precies wat ik zoek. Kijk u eens. Dank u wel. Ik wens u een hele prettige oudejaarsavond. Insgelijks. Hoe weet ik nou vanavond, hoe kan ik nou zien dat het, wanneer het 12 uur is? Oh, dat hoort u buiten. Buiten? Aan het vuurwerk. Natuurlijk. Prettige avond. Dag.